Pareto, Vilfredo Pareto, die werd geboren in het revolutiejaar 1848 en die overleed in 1923 toen Mussolini net aan de macht was gekomen in Italië, is een wat minder bekende socioloog dan eigenlijk de anderen die we in deze cyclus bespreken. Hij wordt door Ritser in het begin van het boek even kort behandeld in hoofdstuk 1, de inleiding. Het overzicht van het hele boek, daar wordt kort gesproken over key sociologists in de Italiaanse sociologie. Hij behandelt daar, zoals je je misschien kunt herinneren, in dat eerste hoofdstuk de sociologen per land. De Franse sociologen, Comte, Durkheim. De Duitse sociologen, Simmel, Weber. En nadat hij dan Engeland heeft behandeld, waar wat minder over te vertellen is, maar toch de grote Spencer, heeft hij dan nog een korte paragraaf over Italië. En daar passeert Pareto. Nou is dat eerste hoofdstuk een soort inleiding tot het hele boek. Dus je zou kunnen denken, die Pareto wordt straks nog afzonderlijk in een hoofdstuk besproken. Maar dat is niet zo. Met die korte notities in het eerste hoofdstuk van Ritser moet je het doen. En ik vind het jammer en daarom dat ik er een aparte bijeenkomst aan wijd. Verder kan het zijn dat de mensen met een heel goed geheugen zich nog herinneren dat in het hoofdstuk over de politieke bindingen in samenlevingen een paragraaf zit over elite-theorieën. En ook daar komen Pareto en Mosca, twee tijdgenoten, Italianen die rond 1900 belangrijk werk publiceerden, allebei even voorbij. Als representanten van de theorie van de circulatie der elites. In die zin ben je de auteur Pareto dus al twee keer eerder in je studie tegengekomen al. Heb ik er begrip voor als je zegt, maar dat was ik eigenlijk een beetje vergeten. Maar daarom dat ik je er nu weer even aan herinner. Pareto is een, toch wel een hele omstreden socioloog. Zo zag hij eruit. Net als vorige week met Simmel laat ik even zien de jonge, vurige Pareto en de oude, cynische, boze Pareto. Dat die in zijn jeugdjaren vurig en ook progressief was en in zijn op hogere leeftijd aards conservatief en buitengewoon cynisch geworden. Dat kun je niet echt aan die foto's aflezen, maar als ik het erbij vertel, dan zie je het wel aan die foto's natuurlijk. Een zeer controversiële denker. Ik ben mijn college vorige week begonnen over Simmel met te zeggen, sommige mensen vinden wat hij heeft geschreven zeer de moeite waard en anderen zeggen, nou, die Simmel, dat is toch een beetje vieux-jeu. Nou, die discussie over het werk van Simmel is echt niks vergeleken bij de discussie over het werk van Pareto. Er zijn sociologen, zoals de grote Franse socioloog Georges Gurvitch, die hebben geschreven, de grote verdienste van Pareto is dat hij ons heeft laten zien hoe de sociologie niet beoefend moet worden. Zijn theorie heeft maar één verdienste en dat is dat je er duidelijk aan kunt aflezen. Die kant moeten we dus niet opgaan met de sociologie. Zo behandelt Gurvitch Pareto in zijn inleiding tot het sociologisch denken. En daar kan je anderen tegenoverstellen die zeggen, eigenlijk begint de moderne sociologie bij Pareto. Pareto die samenlevingen bekijkt als systemen, zichzelf regulerende systemen. Systemen die als ze uit balans raken onmiddellijk hun eigen compenserende tegenmechanieken mobiliseren. Waardoor ze zichzelf weer, als het ware, wanneer ze van het spoor afdreigen te raken, in het juiste spoor weten te drukken. Die gedachte is zo fundamenteel geworden in de sociologie. Dat is de grondgedachte van het moderne Amerikaanse structureel functionalisme. Een zeer systeemachtige theorie waar we eigenlijk nog altijd tot de dag van vandaag mee opgescheept zitten. Het systeemdenken, dat is eigenlijk het begin van het moderne 20e eeuwse sociologisch denken. Die Amerikanen die zijn daar in de jaren 40, 50, die hebben daar grote vorderingen mee gemaakt. Dan wordt de naam genoemd die ik direct nog weer zal herhalen. Talcott Parsons, de grote Parsons, die heeft dat systeemdenken geïntroduceerd. Maar hij heeft nooit nagelaten met elke keer erbij te zeggen, ik dank dit inzicht aan de grote, aan de geniale Pareto. Die is daarmee begonnen rond 1900 en we zijn hem de grootste bewondering verschuldigd. Dus de tegenstellingen kunnen eigenlijk niet groter zijn. Degene die zeggen dit is echt absoluut waardeloos en degene die zeggen dit vergeet Marx,
Vergeet Spencer, de moderne sociologie begint eigenlijk bij Pareto. Die heeft de basis gelegd. Dat evenwichtsbegrip wat zit in het moderne systeemdenken, dat danken we aan Pareto. Interessante, zeer extreme posities. Eén ding is wel duidelijk van Pareto en dat is... Als iemand het heeft over anomie, hè, we zijn in een toestand van anomie, de samenleving is anomisch aan het worden, de normloosheid slaat toe. Dan degene die dat woord gebruikt, die zal niet meteen denken, ik ben nu eigenlijk een Durkheimiaan. De mensen die het over anomie hebben, die weten helemaal niet dat Durkheim die term ingang heeft doen vinden. De schrijver van een redactioneel commentaar die zegt, er is in Nederland nog wel degelijk een klasse die van generatie op generatie... gedeprivilegeerd is, die denkt niet bij zichzelf, ik ben een soort Marxist. Al gebruikt hij dan het door Marx gepopulariseerde klassebegrip. De redactionele commentarenschrijver die zich afvraagt of een bepaalde politicus wel genoeg charisma heeft, die staat er niet bij stil dat hij een term gebruikt die is geïntroduceerd door de grote Max Weber. En iemand die het heeft over een self-fulfilling prophecy, die weet niet meer dat het Merton was die die term beroemd heeft gemaakt. De sociologen hebben ons algemene spraakgebruik nogal verrijkt met allemaal begrippen en termen waarvan we nu niet meer weten dat ze van die sociologen afkomstig zijn. En zo hoort het ook. Dan pas ben je geslaagd als grote denker wanneer je categorieënstelsel zo vanzelfsprekend is geworden dat de gebruikers niet eens meer beseffen dat is degene die dat voor het eerst in het taalgebruik heeft ingevoerd. Nou, dat kun je niet zeggen van Pareto. Iemand die het heeft over residuen en derivaten, die kan maar één ding staan te doen, namelijk college geven over Pareto. Het begrippenapparaat van Pareto, zijn terminologie, heeft geen ingang gevonden in de sociologie. Waarschijnlijk had hij het zichzelf heel anders voorgesteld, dacht hij dat na zijn dood iedereen het zou hebben over die residuen en die derivaten. Maar helaas voor Pareto, niemand heeft het er meer over. Niettemin zal ik die termen toch in het college behandelen. Ze vormen de hoeksteen van zijn belangrijkste werk, het Traktaat van de Algemene Sociologie uit 1916, dus je kan er niet omheen. Maar het maakt hem toch een beetje eigenaardig. Een van zijn scherpste begrippen, een van zijn belangrijkste onderscheiden, speelt geen enkele rol. En dat geldt voor in de moderne sociologie en dat geldt voor veel van zijn denkbeelden. De vraag is hoe dat komt. Een van de antwoorden op die vraag is, we hebben hier te maken met een hoogleraar, een buitengewoon hoogleraar. Hij had een soort extra positie aan de economische faculteit in Lausanne. Die een zo'n moeilijke man was in de omgang ook, zo'n lastpak, dat hij eigenlijk helemaal geen leerlingen om zich heen heeft weten te verzamelen. Wat dat betreft geldt voor Pareto hetzelfde als voor Simon. Hoewel Simon was volgens mij ongelooflijk sociale, leuke, gezellige, aardige man. En Pareto dus helemaal niet. De redenen zijn een beetje verschillend. Maar Simon heeft net als Pareto, Pareto heeft net als Simon niet een school nagelaten. Een groep van leerlingen die na zijn dood zijn denken hebben voortgezet. Hij is na zijn overlijden in het Italiaanse intellectuele klimaat eigenlijk een beetje vergeten geraakt. En het is alweer, en dat geldt ook voor andere schrijvers zoals Simon, via de American Connection, dat zijn denken levend is gebleven, dat men het nog over hem had. Een van de redenen dat de Italianen toch niet zo dol waren op Pareto is dat hij zich in verregaande mate heeft gecompromitteerd door te sympathiseren met het fascisme, door te sympathiseren met Mussolini. En de liefde was wederzijds, want Mussolini die was verzot op Pareto, die heeft college gelopen bij Pareto, die heeft hem overladen met eerbewijzen, die heeft voortdurend in toespraken gezegd van een van onze grootste denkers is de geniale Vilfredo Pareto. Toen hij toch ook ging proberen Mussolini om een beetje een einde te maken aan de vrijheid van meningsuiting in Italië en met name de universiteiten aan banden te leggen, toen heeft Pareto geprotesteerd. Die vond, maar ja, hij was al heel oud toen, hij liep al tegen de 75, het was in het jaar dat hij is overleden. Dus ja, het is niet zo duidelijk of Pareto zich op den duur toch tegen Mussolini zou zijn gaan verzetten. Er zijn de bewonderaars, de liefhebbers, de fans die zeggen van er zijn toch wel aanwijzingen voor dat... Die liefdesgeschiedenis tussen Mussolini en Pareto, Pareto als de theoreticus van het fascisme, dat hij niet zo lang had kunnen duren. Daarvoor was hij ook een te eigenzinnige, te kwaaiige man.
Hij zou die kleine dictator na een poosje toch ook eigenlijk wel weer hebben uitgespuugd, zoals hij in de loop van zijn leven ongeveer iedereen uitspuugde die hij een tijdje had vereerd. Maar we weten het niet. En in elk geval, toen hij overleed, was hij een held voor de fascisten. En toen, na de Tweede Wereldoorlog, het fascisme in Italië een hele slechte reputatie uiteraard had gekregen. En alle Italianen zich erop beroemden dat ze daar niks mee te maken hadden gehad. Toen was de naam Pareto ook een naam waar je eigenlijk niet meer mee aan kon komen. Dus ook dat is een reden dat hij daarna eigenlijk toch iemand was die je niet met goed fatsoen kon citeren. Nou ja, en dan nog één reden waarom hij toch weinig in de belangstelling stond. Hij is wel heel erg onmodieus. Alles wat een beetje progressief en een beetje links is. En dan bedoel ik niet alleen maar het geloof in de vermaatschappelijking van de productiemiddelen. Maar het geloof in de vooruitgang van de mensheid. Het geloof dat de wereld een klein beetje beter wordt. Dat we erop vooruit gaan. Dat het humanitarisme wint. Dat vond hij allemaal niks. En met name in zijn grote sociologische boek heeft hij daar eigenlijk gehakt van gemaakt. Van dat geloof in vooruitgang, in democratie, in grotere gelijkheid in de samenleving. Kletskoek, onzin, nonsens. Juist in een universitair milieu waar vaak toch een gematigd soort progressivisme onder de studenten in de mode is, maak je daar niet zoveel vrienden mee. Dus ook dat was een reden dat Pareto toch en eigenlijk tot op de dag van vandaag toch niet echt een geliefde socioloog. Mensen zeggen vaak van hij is interessant, hij is de moeite waard. Hij heeft dingen gezegd, hij is bijzonder. Hij heeft dingen gezegd die veel anderen niet hebben gezegd. Hij is een beetje de contrapunt, de tegenspreker, de cynische criticus. Het is een interessante man. Maar je komt weinig mensen tegen die zeggen ik hou zo van die Pareto. Ik vind dat zo'n geweldige, leuke, interessante. Die Pareto had ik wel eens willen leren kennen. Ik denk dat niemand dat zegt, want Pareto hield van niemand behalve van zijn 17 Angora-katten. Nou, ja, ik doe eigenlijk nu weer hetzelfde wat ik al eens eerder heb gedaan bij Marx. Ik heb hem je nu zo tegengemaakt dat ik van goede huizen moet komen om nog uit te leggen waarom hij dan de moeite waard is. Nou, in de eerste plaats, ik begin maar meteen met wat ik net als een negatief punt noemde, zijn kritiek op het vooruitgangsgeloof. Je zou kunnen zeggen in de geschiedenis van de sociologie eigenlijk vanaf de 18e eeuw, vanaf de grote vooruitgangsdenkers Turgot, Condorcet, zit er in alle sociologische theorieën een gedachte van het wordt alsmaar beter. Sommige sociologen hebben dat, en sommige filosofen in de 18e en de 19e eeuw, hebben dat met een naïef optimisme geformuleerd. Die Condorcet bijvoorbeeld, die de mensheidsgeschiedenis beschrijft als een trap waarbij we steeds maar opstijgen en opstijgen. Het gaat alsmaar beter, we worden alsmaar welvarender en rijker en vrijer. En de Franse Revolutie is eigenlijk hij schrijft dat ten tijde van de Franse Revolutie. Dat is eigenlijk de laatste stap op weg naar de complete gelukkigheid van de mens. Dat schrijft Condorcet terwijl hij zit te wachten op zijn executie in de dodencel. Dat was wel jammer dat die Franse revolutionaire in zijn geval, denkt hij, dan een kleine vergissing hadden gemaakt. Maar over het algemeen zien we toch dat de mensheid stapvoets voorwaarts gaat en dat alles maar beter wordt. En er zijn zelfs van die uitdrukkingen die ik in de colleges nou nauwelijks durf te gebruiken, omdat ik ze zo bezopen vind. Zoals Comte, die een van zijn wetten luidt, de menselijke soort ontwikkelt zich van een staat van egoïsme naar een staat van altruïsme. We worden steeds maar liever voor elkaar. En dat vind ik dan zo krankzinnig. Dat ik denk, van dat ga ik jullie eigenlijk maar niet vertellen. Want dan denk je van, nou ja, iemand die zulke optimistische, naïeve, zelffeliciterende theorieën aanhangt, die kan je toch eigenlijk niet helemaal serieus nemen. Maar het is waar. Naast de wet van de drie stadia en de wet van de hiërarchie van de wetenschappen had Comte ook nog de wet dat we langzaam maar zeker ons ontwikkelen van egoïsme naar altruïsme. En veel 19e eeuwers hebben toch dat vooruitgangsgeloof. Je vindt het ook een beetje bij Spencer, die al stukken terughoudender en voorzichtiger is en die zegt terugval is denkbaar. En je vindt het zelfs bij de grootste sombermans van de 19e eeuwse sociale denkers, Karl Marx, wiens analyse van het kapitalisme dan weliswaar bijzonder somber is, maar die wel aan de horizon de revolutie ziet gloren, waarna we in een heerlijke communistische samenleving terechtkomen waarin iedereen aan iedereen gelijk is en de welvaart keurig over iedereen verdeeld wordt en de vervreemding is opgeheven en we allemaal verschrikkelijk gelukkig zullen worden.
Al die 19e eeuwse sociaal-wetenschappelijke denkers, die zich lieten leiden door wat ze zo hoopten, die zich door hun wensen lieten verblinden, worden door Pareto met hoon overladen. Hij zegt, de mensen die nadenken over de samenleving zijn geneigd om hun wensen te laten prevaleren boven een realistische, objectieve, koele visie op wat er werkelijk aan de hand is. En als ik heel koel en objectief en onthecht kijk naar hoe dat gaat in mensensamenlevingen in de laatste paar honderd jaar, dan zie ik helemaal geen vooruitgang. Er is absoluut geen vooruitgang. De menselijke natuur verandert niet. De aard van de mens blijft gelijk. Maar ook de mechanismen van de samenleving veranderen niet. Er zijn bepaalde diepliggende structuren waarvan je de werking kunt bestuderen, kunt onderkennen, die je kunt formuleren in de economie bijvoorbeeld in wiskundige formules en in de sociologie in voorlopig jammer genoeg nog wat minder geformaliseerde formules. Maar dat zijn de wetten van het menselijk samengaan. Mensen veranderen niet, de structuren die ze samen vormen veranderen niet. Wat verandert zijn kortstondige, kortcyclische veranderingen die de betrokkenen, die geneigd zijn om vooral zich bij de neus te laten nemen, het gevoel geven dat het allemaal beter wordt. Politieke leiders hebben er ook heel veel belang bij om voortdurend maar aan de mensen te vertellen, nu gaat alles veranderen. Jullie moeten gaan stemmen, dat is heel belangrijk, want nu gaat het erom. Ik geloof dat er ook een affiche was van de SP waar zo'n soort tekst om stond. Van nu gaat het erom, dit is het moment. Nu gaan stemmen hoor, want het is allemaal heel belangrijk. Als wij in de regering komen, nou, dan gaan we het allemaal enorm veel beter maken. Dat is allemaal heel belangrijk. Politici hebben er belang bij om de mensen voortdurend te vertellen, stem op mij, dan ga ik ervoor zorgen dat de samenleving verbetert en dat iedereen aan elkaar gelijk wordt en dat er geen discriminatie meer is en dat de democratie zal heersen. En de mensen zijn geneigd om die praatjes te geloven. Helemaal niet erg. Pareto heeft een soort sarcastische, grimmige lach. Zo zijn de mensen. Alleen je zou toch mogen hopen dat die nieuwe maatschappijwetenschappen, dat die zich weten te onttrekken aan al deze kletspraat en dat die de onderliggende, de diepere structuren op het spoor komen. En wat zien we? Ook in de sociale wetenschappen wordt de dienst uitgemaakt door bijvoorbeeld socialistische denkers, door die Marxisten, die zich eigenlijk net zo goed een rad voor ogen laten draaien als de gewone, niet sociaal wetenschappelijk geschoolde leken. En dat vond hij zo erg dat hij in de loop van zijn leven meer en meer tot de conclusie kwam, ik moet gewoon een heel groot, dik boek gaan schrijven met de beginselen van de sociologie, een traktaat van algemene sociologie, dat uitgaat van volstrekt illusieloze beginselen. We moeten uitgaan van hoe het is en niet van hoe we zouden willen dat het is. Een socioloog die zegt, zoals Spencer, van ja, vroeger had je oorlogen, maar ja, nu leven we in de industriële samenleving. Oorlogen hebben we gelukkig in de 20e eeuw niet meer. Dat is een sukkel. Die kijkt niet goed om zich heen. Die heeft te weinig begrepen van hoe mensen eigenlijk in elkaar zitten. Dit is reden 1 waarom een heleboel mensen Pareto interessant en de moeite waard vinden. Juist dat cynische, dat wat achterdochtige, dat wat sarcastische, geloof niet wat ze je vertellen. Dat vinden ze wel mooi. En ook de aandrift erachter, het zoeken naar het diepere, het onderliggende, waar eigenlijk in de wereld van de krantencommentaren voortdurend een soort sluier overheen wordt gelegd. Hij ziet zichzelf als de man die de sluier wegtrekt. Maar daarmee kwam hij in botsing met ongeveer alles en iedereen die enigerlei ideologische maatschappijvisie aanhing. De socialisten en de communisten, maar ook de liberalen, waar hij in zijn jonge jaren toch eigenlijk bij hoorde. En de enige politieke richting die hem nog een klein beetje aansprak, die hij nog een klein beetje realistisch vond, dat was eigenlijk het allerzwartste conservatisme wat op de politieke markt te koop was. Dat waren dan in zijn ogen nog de relatief minst zichzelf bedriegende denkers. Er zijn andere redenen waarom Pareto een belangrijke denker wordt geacht. Wanneer je, en dat doen jullie wel eens, maar jullie docenten doen het ook wel eens, maar dat vertellen ze dan niet hardop. Wanneer je naar Wikipedia gaat en je kijkt eens wat die schrijft over Pareto, dan kom je hem tegen als econoom.
de Italiaanse Wikipedia en de Engelstalige Wikipedia, die geven Pareto alle eer als economisch denker. En dat hij ook nog een beetje een socioloog was, kom je daar eigenlijk helemaal niet in tegen. En dan wordt er altijd maar weer verwezen naar hetzelfde, naar de beroemde verdeling van Pareto, of de wet van Pareto, of de constante van Pareto, of Pareto's alfa. En dat verwijst dan allemaal naar een element in zijn vroegste Franstalige publicaties. Nou ja, vroeg, het was niet zo vroeg, maar in elk geval de publicaties die verschenen, dat hij hoogleraar in Lausanne was geworden, zo rond 1900 verschenen die boeken, waarin hij een vooral toch een nogal technische, nogal mathematische, nogal wiskundige economie verdedigt. En daarin formules ontwikkelt voor de verdeling van de inkomens in verschillende samenlevingen. Hij maakt een studie van inkomensverdelingen in allerlei samenlevingen. Daar verzamelt hij allerlei statistisch materiaal over, hè, van hoeveel mensen behoren tot de top 5 van de inkomensverdeling en hoeveel mensen tot de top 10 en hoeveel mensen tot de top 20 en hoeveel mensen bungelen helemaal onderaan, de armste van de armste. Hoeveel procent heeft hoeveel van het nationale inkomen ziet dat op zijn rekening verschijnen. En daarbij kwam hij tot een verrassende uitkomst, althans hij doet zelf alsof het hem verbaast en hij maakt er nogal werk van. Namelijk dat de wiskundige formule voor die inkomensverdeling eigenlijk geldt in alle samenlevingen die hij bestudeert. Het maakt niet uit of je een rijke of een arme samenleving bestudeert, of je een hoog geïndustrialiseerde samenleving of een nog sterk agrarische samenleving bestudeert, of je een samenleving bestudeert waarvan de leiders zeggen wij zijn heel erg voor gelijkheid van inkomens, of een samenleving waar de politieke elite zegt ongelijkheid is juist heel goed en dat mag je best een beetje stimuleren, want op die manier motiveer je mensen. Het doet er helemaal niet toe. Economisch gezien werkt altijd dezelfde formule. Je hebt maar een paar dingen nodig. Je moet weten het bruto nationaal product en je moet weten hoeveel mensen wonen er in het land. En dan kan je daarna gewoon die formules gaan toepassen en dan heb je een inkomensverdeling die keurig blijkt te corresponderen met de feitelijke verdeling van de inkomens over de bevolking. En zo ontwikkelde hij nog veel meer formules, maar die inkomensverdelingsformule die is heel beroemd geworden en heel veel economen hebben daar gebruik van gemaakt en hebben er commentaar op geleverd en er nuances op toegepast en er aanvullingen op gemaakt. Maar Pareto's wet of de alfa, want hij heeft dan in die formule heeft hij het cijfertje, het lettertje alfa gebruikt en dat is dan juist de constante die in al die formules weer terugkomt. Dat is voor die economen heel belangrijk. Maar voor Pareto zelf was het om een andere reden ook heel belangrijk. Want vooral door wat hij over die inkomensverdeling schrijft, komt hij meer en meer tot de conclusie, het doet er dus niet toe wat voor praatjes de mensen verkopen. Een linkse regering of een rechtse regering, een liberale regering of een socialistische regering, een conservatieve regering of een progressieve regering, die inkomensverdeling trekt zich er niks van aan. Maar wat zeggen die socialistische leiders tijdens de verkiezingscampagne? Stem op ons. Wij gaan ervoor zorgen dat de inkomens veel eerlijker worden gedistribueerd. En gebeurt het dan wanneer ze in de regering zitten? Nee, natuurlijk niet. Er is gewoon een eenvoudige economische formule die je laat zien. Je kan er niet aan ontsnappen. Dat zijn wetmatigheden waar die politici helemaal niks over te vertellen hebben. Dus wanneer ze de mensen de indruk wekken, als je op ons stemt wordt alles eerlijker, dan liegen ze je voor. De enige manier voor arme mensen om het beter te krijgen, dat is dat het land als geheel rijker wordt en liefst dat de bevolking niet groeit, maar een beetje afneemt. Als dat gebeurt, dan worden de armen een beetje rijker. Dat is het enige waar het van afhangt. En niet of er lieve, egalitaristische, democratische politici zijn die claimen dat ze de arme mensen wel eens zullen helpen om een beetje rijker te worden. Want dat is allemaal kiezersbedrog, volksverlakkerij, populisme. Die gedachte die werd dus heel sterk bij hem door zijn economische onderzoeken. Die economische onderzoeken brachten hem op het idee, er zijn onderliggende regelmatigheden die zich helemaal niks aantrekken van wat de politici allemaal
claimen en beweren. En dat heeft hij eigenlijk gegeneraliseerd naar zijn hele sociologie toe. Hij heeft gezegd van oké, in de sociologie zijn we nog niet zover dat we met echte harde wiskundige formules kunnen komen. Maar het is daar niet heel anders dan op economisch gebied. Er zijn onderliggende regelmatigheden. En luister vooral niet naar wat de ideologen, de journalisten, de maatschappijveranderaars, de columnisten, de televisiepresentatoren je vertellen. Want die weten er allemaal niks van. Als je wil weten wat er werkelijk in de samenleving gebeurt, dan moet je die met dezelfde hardheid en precisie in de sociologie bestuderen, als we dat al een poosje gewend zijn te doen in de economie. Nou, en een van de dingen die hij probeerde te ontwikkelen was een theorie over hoe samenlevingen in evenwicht blijven. Toen Pareto nog jong was en een werktuigbouwkundig ingenieur, toen heeft hij een proefschrift geschreven over evenwichtsbegrippen in vaste lichamen. Dus een soort van natuurkundig, een ingenieursonderwerp. Hoe komen evenwichten tot stand in lichamen? En die natuurkundige theorie die hij in zijn jonge jaren ontwikkelde over evenwichten in de natuur, die herkende hij later in de economie. Hij zag dat in de economie zich ook allerlei evenwichten vormen. Dat samenlevingen, zoals Adam Smith dan heeft beschreven met zijn verhaal over de invisible hand, dat daar allerlei evenwichtzoekende mechanismen in zitten. Hè? Wat Smith beschrijft, het prijsvormingsmechanisme, allerlei marktmechanismen. De economie reguleert zichzelf, waar die liberalen, waar die toe behoorde toen hij jong was, altijd op hameren. Overheid, blijf een beetje met je vingers van de economie af, want de economie is een zichzelf regulerend systeem. De economie functioneert het beste als de politici maar een beetje terughoudend zijn. Dus diezelfde evenwichtzoekende mechanismen die hij eerst in de natuurkunde had gezien, die zag hij later terugkomen in de economie. En toen dacht hij, in de sociologie zou je dat ook moeten doen. Je zou moeten onderzoeken hoe het mogelijk is dat grote mensenconglomeraten over een lange periode zo stabiel blijven. En ze blijven stabiel omdat ze zichzelf reguleren. Je zou ze moeten bekijken als grote systemen die mechanismen kennen waardoor ze in evenwicht blijven. Nou, dat idee, het systeembegrip, de samenleving als een zichzelf regulerend mechanisme, daarvan zeggen veel sociologen, en Ritser is er één van, dat is toch eigenlijk wel zijn grootste bijdrage aan de moderne sociologie. Dat is een inzicht waar we nog steeds met veel dankbaarheid aan refereren. Maar dat is toch misschien niet zijn beroemdste theorie, want dat is wat ik zei, dat is eigenlijk de enige Pareto die je tegenkomt in het boek Samenlevingen. Pareto als één van de theoretici van de theorie van de circulatie der elites. De gedachte dat in elke samenleving er een bepaalde groep mensen naar boven komt drijven, zoals in de inkomensverdeling er altijd een top 5% is, zo zie je dat er ook een toplaag is in het politieke leven en in het bedrijfsleven en in het culturele leven. Er zijn altijd elites, er is altijd een tegenstelling tussen de elite en de massa, de kleine groep en de grote groep. Dat kan niet anders. In iedere samenleving en in iedere groep en subgroep kom je dat verschijnsel van die elitevorming tegen. En die elite die wordt altijd bedreigd. Er zijn altijd mensen en groepen die zeggen wij willen daar ook bij. Of zij doen het niet goed en wij willen in hun plaats. En ze moeten strategieën verzinnen om zich te verdedigen tegen het oprukken van andere groepen die ze van hun plaatsje proberen te verdringen. Maar na verloop van tijd falen ze en dan gaat een andere groep, die komt dan aan de top en die neemt het dan een poosje van ze over. Maar dan die eerste groep die mobiliseert in stilte weer zijn krachten en die komt dan weer aan de macht. En zo zie je dat er een voortdurende wisseling is van groepen aan de top. Dat is de gedachte van de circulatie der elites. En heel veel sociologen na Pareto hebben zich afgevraagd, is dat eigenlijk zo? En kun je dat onderzoeken? En het is een theorie, het is een gedachte die zich goed laat operationaliseren. Je kunt die met bijvoorbeeld moderne netwerktechnieken, kun je die proberen empirisch te onderbouwen. En iedereen die dat doet, die moet toch even een kleine buiging maken in de richting van Pareto, die over die elites begonnen is. Ook al was hij dan misschien niet de allereerste, in zijn werk staat dat heel centraal. Goed, dit zijn de redenen waarom we hem nog altijd de moeite waard vinden. En ik denk, wacht even. Het leven van Pareto, dat is ook leuk. Net als vorige keer over Simmel ben ik daar maar heel erg kort over.
Hij is geboren in Parijs. Hij heeft een aantal belangrijke werken ook in het Frans geschreven. Zijn vader was heel erg francofiel. Die wilde zich laten nationaliseren tot Fransman. Hij is ook getrouwd met een Française. Ik weet niet of hij 2 paspoorten had, maar het zou me niks verbazen. Misschien had hij er wel 3. Misschien was hij wel Fransman en Italiaan en Zwitser tegelijk. Net als Tocqueville hebben we hier te maken met een man uit een adellijke familie. Er was zeer veel geld in de familie. Hij heeft nooit financiële problemen gehad. Zeker in de tweede helft van zijn leven toen een rijke oom overleed en die een enorme erfenis kreeg waarvan hij een schitterend huis kon laten bouwen en heerlijke dure wijnen kon kopen waar hij erg veel van hield. Dus geen geldgebrek. Het probleem hoe komt deze denker aan zijn inkomen is bij Pareto, net als bij Tocqueville, een heel theoretisch probleem. Hij heeft een functie gehad aan de universiteit. Hij is hoogleraar geweest in Lausanne, maar hij hoefde het voor de centen niet te doen. Net als Comte en net als Spencer heeft hij een achtergrond als ingenieur. En zelfs net als Spencer heeft hij ook met de spoorwegen te maken gehad. Hij is zelfs directeur van een spoorwegmaatschappij geweest in Rome. En later nog een tijdje van een staalmaatschappij in Florence. Maar hij had zoveel geld dat hij op een gegeven moment kon hij zich gewoon terugtrekken in een schitterende villa, aanvankelijk in Fiesole. Nou, wie wel eens op vakantie is geweest in Florence, die weet misschien dat je kan het slechter treffen dan in een villa op de heuvels van Fiesole. Een van de mooiste plekjes op deze aarde. En daar is deze ingenieur, omdat hij toch niet zoveel te doen had en geld zat. Eerst ging hij wat klassieke meesterwerken vertalen, vond hij leuk. En op een gegeven moment ging hij zich verdiepen in de economie. En meer werd hij een belangrijk economisch denker die in allerlei economische tijdschriften ging publiceren. En zo is het dan gekomen dat op een gegeven moment, het is een heel verhaal, maar op een gegeven moment die Universiteit van Lausanne, daar was een oudere hoogleraar, Walras, en die ging weg. En toen mocht Pareto hem opvolgen als bijzonder hoogleraar in de politieke economie. Dat gebeurde in 1893 en tot 1907 is hij dat blijven doen. In zijn economiecollege schoof hij eigenlijk steeds meer op naar de kant van de sociologie. Hij vond dat economen die hebben zo'n rationeel beeld van hoe mensen zijn. Mensen wegen kosten en baten af, die zijn altijd heel clean, die weten precies van dat is in mijn belang. En Pareto dacht, zo is het niet. In werkelijkheid, mensen zijn vaak heel onrationeel en heel onlogisch. Maar dat past niet in het economische model. Het economische model eist dat iedereen alle opties kent, heel transparant, en dan een afweging maakt van wat is in mijn belang en dan de optimale keuze maakt. En zo'n rational choice model, ik gebruik een term die hij nooit had kunnen gebruiken, een term uit de hedendaagse sociologie, zo'n model van rationele keuze, dat werkt aardig in de economie. Maar, zegt Pareto, het is eigenlijk niet reëel. Het is eigenlijk geen model wat correspondeert met de echte ware werkelijkheid. Want in de echte werkelijkheid zijn de mensen vaak chaotisch en onlogisch en irrationeel en door hun affecten gedreven. En inderdaad, misschien dat de economie daar niet bij kan en daar ook niet bij moet willen. Dat is niet hun tak van dienst. Maar er moet wel een wetenschap zijn die dat allemaal wel verdisconteert. En dat is de sociologie. En in die zin is de sociologie ook realistischer, echter dan de economie. De economie werkt met een soort mensmodel waarvan het irrealisme iedereen in het oog springt die iets van mensen afweet. Maar het is niettemin een interessant model. Het is goed om te kijken wat zou er gebeuren als alle mensen zulke coole rekenaars waren. Maar wil je iets begrijpen van echte mensensamenlevingen, dan moet je niet alleen met dat model werken, maar dan moet je het aanvullen met allerlei andere elementen die het veel minder voorspelbaar en berekenbaar maken. En er is tegenwoordig een nieuwe wetenschap en die doet dat. En dat is de sociologie. En zo schoof deze hoogleraar in de economie meer en meer de kant op van de sociologie. En de laatste fase van zijn leven, daar heb ik al wat over verteld. Op een gegeven moment had hij niet meer zoveel zin om die colleges te geven in Lausanne. Het ging ook in zijn privéleven niet zo geweldig. Maar hij kreeg wel die fantastische erfenis. Toen heeft hij dus een heel groot huis laten bouwen in de buurt van Lausanne. Schitterend huis, prachtig uitzicht voor zichzelf en zijn poezen en zijn nieuwe vriendin. En daar is hij toen gaan wonen en eigenlijk in grote eenzaamheid heeft hij toen gewerkt aan dat krankzinnig dikke, ingewikkelde boek
dat nu nog altijd in de sociologie zo beroemd is, het traktaat van de algemene sociologie. Trattato di Sociologia Generale. Dat heeft hij dus in grote eenzaamheid gedaan. Dat kan je ook merken aan dat boek. Het is een boek van een man die heel erg op eigen houtje een hele eigen sociologie ontwikkelt. Ook met zo weinig klankbord, met zo weinig commentaar van collega's, dat het heel erg een eenpersoonsproduct is. Nou ja, en het einde van zijn leven, hij werd maar bitterder en bozer, en die associatie met de fascisten, dat heb ik al genoemd. 1923 overlijdt hij. Nou, ik heb geloof ik zijn belangrijkste boeken nu genoemd. Toen hij hoogleraar was geworden, ging hij dus een cursus geven in de politieke economie. Dat was ook zijn leeropdracht. Hij was hoogleraar in de politieke economie. En dat leidde 3 jaar nadat hij was aangesteld al tot 2 dikke delen. Cours d'économie politique. Nou, uit de titel zie je al, het is dus eigenlijk voortgekomen uit een cursus. Hij heeft gewoon les aangegeven daar in Lausanne en hij heeft zijn cursussen bewerkt tot een 2-delig boek. Het ene kwam uit in 1896, het andere in 1897. En meteen was zijn reputatie als econoom wel helemaal gemaakt. Bijvoorbeeld dat die alfa, die formule voor die inkomensverdeling, die staat in dat boek. En meteen had iedereen het over de Pareto-verdeling. Het boek Les Systèmes Socialistes van 1902 en 1903 markeert eigenlijk al de overgang naar zijn meer sociologische belangstelling. Want het is eigenlijk bedoeld, een econoom bekritiseert het marxisme, laat zien dat er van die hele marxistische theorie, als je streng economisch werkt, helemaal niks klopt. Maar al werkende weg ontwikkelde hij allemaal andere denkbeelden over hoe mensensamenlevingen functioneren en de rol die onlogische, irrationele elementen daarin spelen, dat hij meer en meer dacht, ik moet er eigenlijk een apart boek over schrijven. En dat werd dus dat traktaat van de algemene sociologie. 4 dikke delen, gepubliceerd in 1916. En het boek was nog niet uit, of ik heb erbij gezet, het is tussen 1907 en 1912 geschreven. En hij heeft meteen ook gewerkt aan de Franse editie daarvan, de Traité de Sociologie Générale. Dit is, dit kan je bijna niet zien, dit is een titelpagina van zijn boek over de socialistische systemen. Maar dit is de titelpagina van de Franse vertaling van het Trattato. En hij heeft daar zelf voor gezorgd, voor die Franse vertaling. Hij was volkomen tweetalig. Hij sprak 7 talen tamelijk goed, maar Frans en Italiaans waren talen waar hij zich volkomen natuurlijk in kon uitdrukken. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat er in 1917 een prachtige Franse vertaling verscheen. En die heeft ook in Frankrijk het discours gedomineerd. En niet en in 1935 verscheen er een vertaling in het Engels, waar jullie ook stukjes van lezen uit die vertaling. En dat boek heet The Mind and Society. Maar daar heeft hij dus de controle niet meer over gehad, want in 1935 was hij al 12 jaar overleden. Misschien had hij die titel ook wel niet zo mooi gevonden, The Mind and Society. Want het is een titel die een interpretatie geeft. Maar het boek heet dus eigenlijk gewoon een traktaat, een inleiding tot de algemene sociologie. Nou, en dan onderaan zie je, oh nee, wacht even, in dat eerste diaatje, dat hij nog een heleboel artikelen heeft geschreven. En die artikelen zijn allemaal gebundeld in 2 boeken, die ook, waar ook, nee, ik moet het goed zeggen, ik wou zeggen waar ook Engelse vertalingen van zijn, zo is het niet. Maar in de Engelse taal zijn allerlei boeken waarin de artikelen van Pareto weer op andere manieren zijn gebundeld. Introducerende teksten over Pareto. Ik heb al gezegd, Pareto, zijn reputatie is in Italië op een gegeven moment geschaad door zijn politieke engagement, bijvoorbeeld met die fascisten. Maar de omweg via Amerika bracht hem postuum wel veel succes. En de man die Pareto enorm populair heeft gemaakt was Parsons, alweer Parsons. Die naam valt vaak in deze collegecyclus, maar hij is ook heel belangrijk geweest. In 1937 publiceert Parsons The Structure of Social Action. En maar liefst 130 pagina's in dat boek zijn gewijd aan het denken van Pareto. En dat boek is zeer invloedrijk geweest. Het bevat ook een belangrijk hoofdstuk, ook zeer uitgebreid, over Weber. Een belangrijk hoofdstuk over Durkheim. Weber, Durkheim, Pareto. Dat zijn in de ogen van Parsons
die daarmee de Europese grote sociologische denkers ontsluit voor een Amerikaans publiek. Dat zijn de grote mannen die je moet lezen om iets te begrijpen van het Europese sociaal-wetenschappelijk denken. En bijvoorbeeld dat evenwichtsbegrip van Pareto, dat wordt heel centraal gesteld in het werk van Parsons. Nou, daarna zijn er allerlei boeken over Pareto verschenen. Je zou een lange lijst kunnen maken. Ik heb er één tussen uitgevist omdat ik dat zelf een keer heb gelezen. Maar ik zeg niet dat dat het beste is. Een boekje van een Franse socioloog, Guy Perrin, Sociologie de Pareto. Dat heb ik ook een beetje voor het college gebruikt. Dat zijn van die, ja, dat is een boek in een serie van grote sociologische denkers. En het is een aardig boekje, maar zo zijn er zoveel. Er zijn twee boeken die ik, waar ik nu de gelegenheid toch even wil aangrijpen om die met enige eer te noemen. Namelijk twee boeken die allebei een soort van ritser zijn. Ritser heeft grote voorlopers. Ik heb dat boek van Kozer al vorige week ook even genoemd. Het boek van Aron uit eind jaren 60, Les étapes de la pensée sociologique, in het Engels vertaald, Main Currents of Sociological Thought. En het boek van Louis Kozer, Masters of Sociological Thought. Als je bij Ritser denkt, ik snap het niet helemaal, ik wil ook wel eens een ander lezen, ik wil een second opinion. En dat doe je toch ook als je je huis laat verbouwen, dan na de eerste aannemer vraag je nog een tweede aannemer. En dan wil je nog een third opinion, dus dan vraag je nog een derde aannemer. Als je Ritser niet vertrouwt, kijk ook eens hoe het wordt behandeld door deze auteur, Aron, in zijn in het Engels vertaalde versie. Want ik neem aan dat de meesten het Frans moeilijk vinden. Maar je kunt zien dat het tweede deel, het rechterdeel, Look Inside staat er, dat kan moeilijk op zo'n dia. Maar dat is gewijd aan Durkheim, Pareto en Weber. Deze drie groten van de geschiedenis van de sociologie worden door Aron, de Fransman Aron, heel centraal gesteld. Bij Aron krijgt Pareto een groot hoofdstuk. En laat ik eerlijk zijn, daar heb ik wel erg veel gebruik van gemaakt bij het voorbereiden van dit college. Dat is een hele goede inleiding tot het denken van Pareto. Maar Louis Kozer, Masters of Sociological Thought, is ook niet te versmaden en geeft allerlei leuke details over zijn particuliere leven, die ik nu niet heb verteld hier, maar die wel het allemaal een beetje smeuïg maken. Dit zijn de belangrijkste boeken over Pareto, introducerende teksten tot het denken van Pareto. Zo langzamerhand wordt het tijd om dat denken dan maar eens een beetje te gaan uitleggen. Waar heeft Pareto het zo al over? Dat doe ik na de pauze. Ik heb even op de dia gezet hoe die vier boeken van Pareto heten, hoe dat boek eigenlijk in elkaar zit. Het eerste deel gaat over, ja, zeg maar, logische en onlogische elementen in menselijk gedrag. En ik heb al gezegd, hij is vooral geïnteresseerd in wat niet zo logisch is aan menselijk gedrag, al die opzichten waarin ze irrationeel zijn. Zijn mensen dan zo irrationeel? Rationaliseren ze dan zo sterk? Dat gelooft Pareto en dat legt hij uit in deel 1. En dan maakt hij een onderscheid. En ik ga direct uitleggen wat het is, maar je moet nu maar even die woorden geloven in residuen en derivaten. En deel 2 is gewijd aan de residuen en deel 3 is gewijd aan de derivaten. En deel 4 is dan weer een meer algemene theorie over hoe de samenleving in elkaar zit, de algemene vorm der maatschappij. En dan in het slothoofdstuk gaat hij echt die evenwichtentheorie behandelen. Ik heb het nog een beetje uitgesplitst hier, maar het is misschien meer iets om nog een keer thuis rustig te bekijken dan nu zo snel. Maar het boek bestaat dus uit 4 delen en over die 4 delen zijn 13 hoofdstukken verdeeld. En dit zijn de titels van de hoofdstukken. Dus je ziet dat hij meteen al in eerste en tweede hoofdstuk vooral dat niet-logische gedrag, dat gedrag dat op de koele, rationele waarnemer een irrationele indruk maakt, centraal stelt. Dat hij in deel 2 het vooral heeft over die residuen. En ik ga ze direct uitleggen, maar hij onderscheidt 6 soorten residuen. En je ziet in deze 3 hoofdstukken, de hoofdstukken 6, 7 en 8, dat hij eigenlijk per hoofdstuk steeds 2 van zijn 6 klassen van residuen bespreekt. En dan in deel 3 behandelt hij de derivaten en de bewijzen voor zijn
theorie van de derivaten en dan in deel 4 zijn meer algemene sociologische theorie, culminerend in het beroemde 13e hoofdstuk over het sociale evenwicht in de geschiedenis. Zo zit dat boek in elkaar. Maar nu, je popelt. Wat bedoelt hij nou met die residuen en die derivaten? Dat zal ik proberen uit te leggen. En ik denk dat het woordje dat je het meeste op weg helpt, is het woordje rationalisering of een rationalisatie in de alledaagse betekenis. Dus niet in de betekenis van Max Weber, van moderniteit betekent het oprukken van de rationalisering. Wij worden allemaal rationeler. Nee, in de alledaagse betekenis waar jullie het allemaal kennen, als mensen tegen elkaar zeggen van nou, dat klinkt wel een beetje als een rationalisatie. Als een redenering achteraf. Je handelt op een bepaalde wijze. En dan achteraf, dan zeg je van, ja, ik deed het om die en die reden. Maar ja, dat heb je eigenlijk achteraf erbij verzonnen. Er zijn mensen die zijn meesters in het verzinnen van rationalisaties voor van alles en nog wat. Ik had een vriend en die had, als zijn fiets gestolen was, en dan ging hij naar de tweedehands fietsenwinkel en dan had hij een fiets gekocht zonder versnelling. Terwijl ik wist dat hij dol was op derailleurs en versnellingen. Maar ja, hij had zo gauw geen betere. En dan had hij een hele theorie over waarom het nou juist belachelijk was in een land als Nederland, waar je geen heuvels hebt om tegenop te fietsen. Om wie heeft er een behoefte aan een derailleur in Nederland? Krankzinnig. Dan zie je mensen door de stad fietsen met 28 versnellingen, terwijl alles wat ze moeten doen is een klein bruggetje op en soms is er tegenwind. Wat een gezeur. Daar moeten we vanaf. En dan werd die fiets weer gejat. En dan kocht hij een hele mooie fiets met 28 versnellingen. En dan had hij een andere theorie over dat in Nederland altijd de wind keihard blaast. Net wanneer je naar Edam wil fietsen over dat dijkje. En dan is het geweldig als je een derailleur hebt. Maar als je de wind mee hebt in Nederland, dan ga je zo verschrikkelijk hard. Dan is het heel lekker om zo lekker langzaam te kunnen peddelen. Hoe kun je leven zonder een versnelling op je fiets? Het is niet te doen zonder versnelling. En beide verhalen kon hij dan geweldig goed verdedigen. En dan, als je hem ook herinnerde aan, ja, maar een jaar geleden had je nog een heel verhaal over dat het zo ongezond was met een drieversnellingsnaaf. Want het was juist zo goed voor je hart om tegen die steile bruggetjes op te moeten peddelen. Oh ja, zei ik dat? Ja, nou goed, maar ik heb nou dus een fiets zonder of met versnelling. Rationaliseren, achteraf redeneren. Datgene wat er nu eenmaal uit is gekomen, uitleggen alsof het de uitkomst is van bewuste, weloverwogen keuzes. En daarmee niet alleen je omgeving bedriegen, maar jezelf bedriegen. Pareto is geïnteresseerd in zelfbedrog. Mensen vertellen verhalen. Ze vertellen verhalen om anderen te misleiden. Maar ze misleiden er zelf ook heel erg mee. En Pareto zegt wat de koele onderzoeker moet doen. Dat is eigenlijk, hij moet studie maken van die verhalen die mensen vertellen en ook van hun echte handelen en van de besluiten die ze nemen, de keuzemomenten, de overwegingen die ze daarbij hebben. En daarbij moet je eigenlijk als onderzoeker zo onthecht en zo koel mogelijk zoeken naar wat is het constante element erin, wat je telkens terug ziet komen, het werkelijke, het onderliggende, en wat zijn de kletspraatjes die mensen er allemaal omheen vertellen en die daar vagelijk van worden afgeleid, maar die er eigenlijk niet zo heel veel mee te maken hebben. Een soort van eroverheen kruipende wildgroei van allerlei extra's, waarvan je moet leren om er doorheen te kijken. En heel grof gezegd kan je zeggen, die dieper onderliggende structurele verschijnselen, dat noemt hij de residuen. En al die daarvan afgeleide kletspraatjes, dat noemt hij de derivaten. Die derivaten, dat zit dus dicht in de buurt van rationalisaties, van schijnbaar logische redeneringen, van er met de haren bijgesleepte theoretische exercities, waarin mensen wel laten zien hoe ongelooflijk ze slim ze kunnen zijn in zo ongeveer het verklaren van alles wat je maar wil. Maar eigenlijk op zichzelf genomen zegt het niks. En de taak van de socioloog is ook eigenlijk om dwars door al die derivaten heen te leren kijken en te kijken naar de dieper liggende structuren eronder. Ik heb twee voorbeelden gegeven die nogal vroeg in het boek van Pareto voorkomen. Hij zegt bijvoorbeeld in alle samenlevingen vind je vormen van bijgeloof. Loop niet onder een ladder door waarop de ramenwasser de ramen staat schoon te maken. Pas op wanneer een zwarte kat je weg kruist.
nooit logeren in een kamer met nummer 13. Dat is trouwens interessant, ons boek bestaat uit 13 hoofdstukken. Misschien heeft hij het wel expres gedaan. Als iemand iets zegt wat heel bedreigend is voor zijn of haar gezondheid of die van zijn of haar naasten, afkloppen en wel op hout, knock on wood, enzovoort, enzovoort. Al die dingen. In alle samenlevingen, zegt Pareto, vind je dat soort vormen van bijgeloof, die praatjes, die verhalen. Die zijn allemaal verschillend en in de ene samenleving is het dit en in de andere samenleving is het dat. En Afrikanen geloven in allerlei vormen van hekserij en tovenarij waar ze in Europa niet in geloven. Maar ja, Europeanen die durven dan weer niet het vliegtuig in te gaan wanneer er een nummer op staat wat ze associëren met gevaar. Het constante element hierin is dat mensen altijd zoeken naar samenhang. Mensen zijn virtuoos in het zoeken naar combinaties. Mijn ongeluk zou wel eens te maken kunnen hebben met die zwarte kat die de straat overstak. Dat is onzin, maar het zoeken naar, er moet een samenhang in zijn. En dat zoeken naar combinaties, dat voortdurend maar piekeren over, dat zou kunnen samenhangen met dat, dat zit heel diep in mensen. En hij noemt dat ook inderdaad het instinct voor combinaties. Mensen zoeken combinaties. En hij probeert daar zo cool mogelijk over te zijn, om daar geen oordelen over te geven. Want hij zegt aan de ene kant, iemand die leidt aan een bepaalde vorm van paranoia, iemand die erg in de war is en denkt dat iedereen samenspant tegen hem, die vindt overal indicaties. Dat is dus, zo'n brein werkt op volle toeren. Dat is iemand die voortdurend indicaties tekenen ziet van, zie je wel, ze zijn tegen me, ze zitten te konkelen. Achter mijn rug zijn ze weer bezig om iets op te zetten om mij het leven zuur te maken. En de bewijzen zijn zo overweldigend dat het heel moeilijk is om zo iemand van zijn waan te verlossen. Ja, sterker nog, als je bezig bent zo iemand van zijn waan te bevrijden, dan zegt hij, aha, ik zie het al, jij bent er ook zo een. Jij bent ook bezig, ze hebben het jou ook ingefluisterd. Nou, dat is een heel akelig soort vermogen tot het maken van combinaties. Daarmee kun je je leven vernielen. En aan de andere kant zijn er hele grote genieën, hele knappe natuurkundigen, briljante filosofen, die zo spitsvondig zijn, die zo goed zijn in het ontdekken van nieuwe combinaties, dat ze daarmee zich een wereldnaam verwerven. Dus die neiging van mensen tot het zoeken van originele nieuwe combinaties, van samenhangen waar bijvoorbeeld anderen nog niet eerder aan gedacht hebben, daarvan kan je niet zeggen dat het een goed of een slecht ding is, maar in elke samenleving zie je dat mensen daarmee bezig zijn en zich soms aan één sluiten om dat dan samen te doen en een soort gemeenschappelijke theorie te ontwikkelen. Het zoeken van combinaties. Verkijk je niet op al die uitingen ervan, in het ene geval de leider aan paranoia, in het andere geval iemand die verschrikkelijk bijgelovig is, in weer een ander geval een briljante theoloog die een prachtige theorie heeft ontwikkeld over het lijden van Jezus. Dat zijn allemaal uitingen, dat zijn allemaal manifestaties, maar wat eronder ligt is die menselijke zoektocht naar samenhang. En hij gaat een klassificatie maken van residuen en dit is klasse 1. Dit is voor hem het belangrijkste, de diepe menselijke behoefte aan samenhang zoeken. En aan originaliteit, aan nieuwe samenhangen die nog niet eerder zijn opgemerkt. Het tweede voorbeeld lijkt totaal iets anders te zijn. Hij zegt, in alle samenlevingen waar onderzoek wordt gedaan, is er een afschuw van het doden van je naasten. Elke samenleving kent wel voorschriften die zeggen, moord mag niet, moord is verkeerd. En dan in al die samenlevingen zie je dat de redenering die daarbij wordt gegeven, de rationalisatie, de schijnlogische redenering erachter, dat die heel verschillend is. In de ene samenleving zeggen mensen, als je je naaste doodt, dan kom je in de hel. Want God wil dat niet. En God ziet alles. De rechter of de politie die kan het ontgaan. Maar zelfs de perfecte moord wordt vlijmscherp door onze lieve Heer waargenomen. Dus daarom moet je dat niet doen. En in een ander soort samenleving zeggen ze, misschien dat de boze geesten je pakken. En in een hele rationele samenleving zeggen ze dat het in strijd is met het Kantiaanse imperatief, dat je een ander niet mag aandoen waarvan je niet zou willen dat het jou zou worden aangedaan.
Het zijn allemaal redeneringen achteraf. Er was een man en die ging de berg op en toen bleef hij daar een hele poos. En toen kwam hij naar beneden met de 10 geboden die God hem persoonlijk had overhandigd. En een ervan is, gij zult niet doden. Het gaat niet om de redenering, zegt Pareto. Het gaat om het residu. En het residu is, hou de groep bijeen. In elke mensengroep is er een heel sterke tendens om de groepssamenhang, de groepscohesie intact te houden. En moord is ongeveer het allerergste wat je kan doen om de groep in stukken te laten vallen. Een moordenaar die legt niet alleen de hand aan zijn medemens, maar aan de collectiviteit. En vandaar dat in elke samenleving er een soort paniek is voor mensen die bereid zijn, geneigd zijn om het leven van hun naasten te nemen. Want dat bedreigt de samenhang van de groep als geheel. En mensengroepen zijn enorm geneigd tot persistentie, tot voortblijvend bestaan in de tijd. Nou, dit hoop ik is een beetje een aanduiding van hoe die werkt. Hij ziet dus een heel uiteenlopend scala aan handelingen en rationaliseringen bij die handelingen. En eigenlijk wil hij in de sociologie doen wat hij ook in de economie heeft gedaan. In de economie heeft hij die formule gevonden, die alfa, die een bepaalde inkomensverdeling wiskundig kan vastleggen in een formule. Dat probeert hij eigenlijk in de sociologie ook. Hij probeert uit de veelheid van verschijnselen een onderliggende basisstructuur te herleiden. En ik denk eigenlijk dat deze ingenieur, econoom, wiskundige ervan droomt om uiteindelijk daar dan ook formules voor te kunnen ontwikkelen. Maar zover zijn we in de sociologie nog lang niet, maar misschien gaan we ooit die kant wel eens op. In elk geval meende hij in zijn boek, in dat traktaat, dat hij in staat was om die residuen, die basiscategorieën, die onderliggende vormen, dat hij daar een klassificatie van kon maken. En een klassificatie in de meest letterlijke zin van het woord, want hij noemt die categorieën ook inderdaad klassen. Hij heeft het over klasse 1 residuen, en klasse 2 residuen en klasse 3 residuen. En zo maakt hij een zesdeling. En die heb ik toch maar even op een dia gezet, maar wel met lichte tegenzin, omdat het is een indeling die niet meer wordt gebruikt in de sociologie, maar het is toch leuk om hem even gezien te hebben. Nou, die eerste die heb ik eigenlijk al genoemd, dat instinct voor combinaties. Mensen zijn er voortdurend op uit om nieuwe samenhangen op het spoor te komen. En dat leidt bijvoorbeeld ook tot enorme ontwikkeling in de wetenschap, tot ontwikkeling in de kunst. Dus het kan gevaarlijke kanten hebben, het kan pathologische kanten hebben. Maar onder bepaalde omstandigheden kan het leiden tot bloei van de cultuur. Hij is er ook heel positief over. Hij zegt, en dat is dan eigenlijk de samenhang. In samenlevingen waarin een dominantie is van mensen die vooral voortgedreven worden door dat zoeken naar nieuwe combinaties, in dat type samenleving, in samenlevingen waarin de elite bestaat uit mensen die voortdurend maar virtuoos zoeken naar nieuwe combinaties, daar is enorm veel ontwikkeling. Dat is een samenleving die is heel levendig. De kunsten bloeien er, de wetenschappen bloeien er. Het zijn samenlevingen waarin de civilisatie enorm voorwaarts gaat. Nu zou je denken van, nou, dan is hij dus kennelijk wel een vooruitgangsdenker. Maar dat is maar een poosje. Hij heeft een cyclische theorie. Soms even is dat zo. Dan is in zo'n samenleving dat zoeken naar nieuwheid, naar verandering, naar originele nieuwe oplossingen voor problemen, dat is ineens heel erg, iedereen heeft het erover. En dat zie je dan ook weer spiegeld in de karakterstructuur van de personen die deel uitmaken van de elite. Als in de elite veel mensen aanwezig zijn die heel spits en intellectueel, origineel zoeken naar nieuwe combinaties, dan komt die hele samenleving onder een soort spanning van vernieuwing en verandering te staan. Type 2, klasse 2 residuen, zijn eigenlijk het omgekeerde daarvan. Daar is men uit op het behoud van de groep, op het vasthouden van de reeds gevormde aggregaten. Daar heerst een soort angstigheid voor verandering. We zijn blij dat de boel in elkaar zit zoals die in elkaar zit, en zorg er nou voor dat je houdt wat je hebt en ga niet overal weer aan sleutelen. In die samenlevingen worden de elites gevormd door mensen in wier karakterstructuur vooral komt bovendrijven de behoefte aan houden wat je hebt,
niet te veel verandering aanbrengen. Een neiging tot ja, behoudzucht, dus conservatisme. Samenlevingen met conservatieve elites. Overheersen die, dan zul je zien dat er weinig politieke verandering is, dat er weinig culturele groei en bloei is, dat de wetenschappen er niet zullen floreren. Maar die samenlevingen die zitten wel voor een poosje heel stevig in elkaar. Tot het toch een beetje te saai wordt en te bekrompen en te veel in zichzelf gekeerd. En dan zie je ineens de opkomst van zo'n hele creatieve, originele, spitsvondige elite die die conservatieve uit het zadel schudt en zelf de macht overneemt. En ineens zie je dan weer allerlei veranderingen opkomen. Er komen nog vier categorieën, dat zie je staan. Klasse 1, klasse 2 wordt gevolgd door 3 tot en met 6. Maar die eerste twee zijn eigenlijk wel het belangrijkste bij Pareto. Wat hij eigenlijk zegt is dat de grote historische transformaties worden toch vooral teweeggebracht doordat er een soort van wisseling van de wacht is tussen elites die meer klasse 1 residuen in zich hebben en elites die meer klasse 2 residuen representeren. En hier zie je dus al dat idee van die circulatie van elites. Omdat de mate waarin residuen van het eerste type of van het tweede type domineren, en in het bijzonder domineren in de elite, in de politieke toplaag, in de economische toplaag, heb je ondernemende entrepreneurs of heb je conservatieve mensen die proberen te houden wat ze hebben, maar een beetje bang zijn voor uitbreiding. De wisselwerking tussen die twee, dat is eigenlijk wat verandering geeft, maar zoals je ziet, die verandering is eigenlijk altijd cyclisch. Alles draait rond, alles komt weer na een poosje terug. Er is geen echte vooruitgang. Het is een ronddraaiende beweging in plaats van een lineaire beweging. Nou, die klassen 3, 4, 5 en 6, die zijn eigenlijk een beetje afgeleid van die eerste twee. Klasse 3, dan heeft hij het bijvoorbeeld over dat mensen in elke samenleving behoefte hebben om uitdrukking te geven aan hun emoties. Dus je zit bijvoorbeeld bij een prachtig concert en je vindt het zo ontzettend mooi, maar je moet natuurlijk wel heel erg muisstil zijn om de muzici de kans te geven om hun kunsten te vertonen. Maar je zit eigenlijk bij alle mooie passages zit je al helemaal klaar om direct aan je enorme bewondering en waardering voor wat je hebt gehoord uiting te geven. En de laatste noot is verklonken en het publiek als één persoon begint te schreeuwen en te applaudisseren en bravo, bravo te roepen. En zoals tegenwoordig bij ieder concert, zelfs de allerslechtste, staan ze allemaal tegelijk op. En brengen ze een staande ovatie aan de kunstenaars. Want, zegt Pareto, er is een diepe behoefte in ieder mens om de in hem of haar aanwezige emotie te tonen in de vorm van uiterlijke handelingen. Heel veel uiterlijke handelingen zijn manifestaties van diep daarachter liggende emoties. En alweer, het gaat weer niet zo erg over wat zijn die emoties en hoe tonen mensen het. Maar die neiging, dat algemene residu van het vertalen van gevoel in handeling, tref je in elke samenleving aan. Nummertje 4 is natuurlijk voor de socioloog heel erg interessant. Mensen zijn geneigd tot samengaan. Mensen zijn sociale wezens. En dat kun je de hele tijd om je heen constateren. Mensen zijn bezig met het opzetten van clubjes, het opzetten van organisaties. Ze komen de collegezaal in en ze zeggen er is een SFR en dat is leuk en daar moet je ingaan. En je kan je kandidaat stellen en dan gaan we samen wat aan het onderwijsprogramma doen. En dan is het pauze en dan komt er iemand anders en die zegt we gaan allemaal naar Berlijn en jullie moeten allemaal mee. Dat is leuk en dan gaan we die stad verkennen. We noemen het een studiereis, maar het is eigenlijk heel erg gezellig. En het kost maar 250 gulden, wees nou toch gezellig, doe nou toch mee. Solidariteit met je voetbalclub, solidariteit met je vakbond, een gevoel van verbondenheid met je favoriete politieke partij en wij zijn allemaal VPRO-mensen. Het residu van samenhang, van gevoel van we horen bij elkaar, we delen iets met elkaar. Dat is wat hij bedoelt met die sociabiliteit. En ik formuleer het heel erg lief en aardig allemaal, maar er zitten ook inktzwarte kanten aan. Want insluiting is ook altijd weer uitsluiting van anderen. Je kan zeggen het is leuk, we gaan samen dingen doen. Je kan ook zeggen we trekken samen ten oorlog. We gaan met z'n allen die anderen eens even een lesje leren. Die denken dat ze beter zijn dan wij, terwijl ze dat helemaal niet zijn. Dat moet je elke keer onthouden. Bij Pareto, die residuen, heeft er helemaal geen morele oordelen over. Je zou kunnen denken dat hij als
conservatief denker klasse 2 residuen sympathieker vindt dan klasse 1 residuen. Hij laat daar in elk geval in dat boek helemaal niks van merken. Hij behandelt het als een soort, ja, als een soort bioloog die een vliegje uit elkaar aan het peuteren is om te laten zien hoe prachtig dat mechaniekje werkt. Hij wil het mechaniek van de samenleving laten zien en daarbij zoveel mogelijk afstand nemen van alle oordelen die je erover kan hebben. Al moet ik er wel eerlijk bij zeggen dat hij het soms niet kan laten en dan weer enorm uitbarst in allerlei scheldpartijen tegen mensen die hij sukkels vindt. Maar goed, dat maakt zijn werk ook leuk. De vijfde, dat is dat individuen altijd streven naar een soort van erkenning van hun persoonlijke waardigheid. En daar heeft hij wel een interessante en ook weer een hele anti-socialistische gedachte ontvouwt hij daar. Hij zegt bijvoorbeeld mensen die in het grote stratificatieschema aan de onderkant hangen. Als je aan de bovenkant zit, zoals ik, Pareto, edelman, superrijk, groot aanzien, prachtig huis, heb je niet zo te klagen over het stratificatiestelsel. Dan zeg je, nou, ik zit bovenaan. En dat is ook terecht trouwens, want ik ben ook heel bijzonder. Maar wat moet je als je onderaan bungelt? Ook degenen die in elke hiërarchie, in elke inkomensverdeling, in elke verdeling van kwaliteiten over de samenleving, zijn er mensen die aan de onderkant zitten. Residuen categorie 5 maken dat ook die mensen een soort affirmatie willen van hun waardigheid, van hun integriteit. Maar wat moet je wanneer je helemaal daar onderaan die hiërarchie bungelt? Dan zeg je, die hiërarchie is door en door vals. Het is helemaal verkeerd dat er rijke en arme mensen zijn. We moeten in opstand komen en we moeten die rijke stinkers maar eens een lesje leren. Het marxisme profiteert van de gefrustreerdheid en de angstigheid van degenen die aan de onderkant zitten en die een gevoel hebben dat hun waardigheid in gevaar komt omdat ze aan de onderkant zitten. Het socialisme is de leer van diegenen wier integriteit in gevaar komt omdat ze de zwakste positie in de samenleving innemen. Het is dus eigenlijk de leer van de rancuneuzen en van de gefrustreerden en van de gekwetsten. En dat is onvermijdelijk, want in elke samenleving zitten mensen aan de onderkant. Dat is, hè, daar gaan we weer, inkomensverdeling, zijn altijd mensen die aan het kortste eind trekken, niks aan te doen, hoort bij menselijk samenleven. En diegenen die aan het kortste eind trekken, hebben net als degenen die aan het langste eind trekken, heel veel behoefte om te laten zien dat zij als persoonlijkheden veel waardering verdienen. Maar ja, dat kunnen ze niet tonen. En dus sluiten ze zich aan bij de een of andere maatschappijveranderende theorie die zegt, sociale ongelijkheid is verkeerd, we gaan deze samenleving eens helemaal op zijn kop zetten en wij gaan in de toekomst de baas spelen. En dat socialisme geeft die arme mensen een soort troost in dat ze eigenlijk in alle opzichten down and out zijn. Pareto. Ten slotte het seksuele of het seksresidu. Daar is natuurlijk heel vaak over gezegd, kom ik direct nog op terug, van hij lijkt ook wel een beetje op Freud. Hoewel hij het als het laatste en misschien toch relatief ook het minst belangrijkste residu noemt. Maar wat hem heel erg interesseert daar, dat zijn alle uitingen van mensen die stiekem worden voortgestuwd door seksuele impulsen zonder dat ze dat uitspreken. Dus het gaat hem weer niet echt om de seksuele impuls zelf, maar hoe je dat gemanifesteerd ziet in allerlei handelingen van mensen, in theorieën van mensen die er prachtig uitzien, maar die eigenlijk worden voortgestuurd door seksuele obsessies. Een van de dingen die hij noemt, en daar vind ik hem dan wel weer leuk, dat zijn de strijders tegen pornografie. Degene die vinden dat pornografie moet worden verboden, dat het heel verkeerd is dat mensen dat soort teksten en dat soort afbeeldingen kunnen lezen. En dat er is een soort golf van pornografische vrijheid, juist ook zo rond 1900. De tijdschriften komen op, allerlei soorten tijdschriften. Er is meer vrijheid van meningsuiting en onder de toonbank passeert van alles wat vies gevonden wordt. En dan zijn er mensen die zeggen van het parlement moet iets doen, de overheid moet maatregelen nemen, dit moet verboden worden. En dan zegt Pareto, juist dat soort handelen wordt voortgestuwd door het seksuele residu. Die mensen zitten zo in de knoop met hun eigen seksualiteit dat ze de bevrediging van anderen door het bijvoorbeeld bekijken van vieze boekjes willen verbieden.
dat idee, datgene die zich daar het hardste tegen verweerde, er eigenlijk het sterkste door wordt gemotiveerd, dat doet ons natuurlijk wel heel erg aan Freud denken. En eigenlijk doet het hele verhaal nogal aan Freud denken. En dat is een van de punten van kritiek. Naast het argument dat dit toch een beetje een oppervlakkige klassificatie is van alle driften die mensen zo al voortstuwen, is er nogal vaak gezegd, arme Pareto, hij wist niet van Freud en een paar jaar later had iedereen het over Freud en toen is zijn theorie helemaal op de achtergrond geraakt, terwijl hij eigenlijk op weg was naar het ontwikkelen van een theorie die daar erg op lijkt. Namelijk dat, he, dat hele begrip rationalisatie zit ook heel sterk in de theorie van Freud. Mensen worden in werkelijkheid gedreven door dit en door dat en door dat. Maar als je het ze gaat vragen, dan zeggen ze nee hoor, helemaal niet. Dan hebben ze een schitterende theorie eromheen gebouwd. Maar de geschoolde psychoanalyticus die kijkt daar dwars doorheen en die ziet de impulsen die daarachter liggen. Wat zielig voor Pareto, dat hij dat enorme boek presenteerde in 1916, toen eigenlijk op hetzelfde moment de discussie over het werk van Freud op gang kwam, waar hij niet van op de hoogte was en die in allerlei opzichten aan zijn indelingen raakt en daarmee overlapt. Maar ja, hij heeft daar niet op hij kende dat niet en heeft daar geen gebruik van gemaakt. Dus dat is een belangrijke, een beetje tragische kritiek op Pareto. Deze tijdgenoot van Freud heeft iets bedacht wat heel erg in de lucht hing, maar wat door iemand anders niet alleen beter is uitgewerkt, maar ook op een manier die veel en veel en veel meer invloed heeft gehad in het algemene intellectuele discours. Een ander punt van kritiek dat vaak wordt gebruikt is dat het een nogal tautologische redenering is. Dan zeg je bijvoorbeeld in bepaalde samenlevingen zie je dat mensen heel conservatief zijn en dat er de maatregelen zijn heel behoudend en conservatief. En in een andere samenleving zie je voortdurend maar innovatie en verandering. En hoe zou dat nou komen? Dat in Sparta dat ze zo conservatief zijn en in Athene zie je dat de kunsten zo enorm bloeien. Hoe zouden we dat kunnen verklaren? En dan zegt Pareto, die zegt, nou ik weet wel de verklaring. Klasse 1 residuen domineerden in Athene en klasse 2 residuen domineerden in Sparta. Vandaar het verschil. Wat hij dus eigenlijk zegt is, samenlevingen die erg conservatief van aard zijn, dat zijn samenlevingen ja, waarin mensen ook ontzettend conservatief van aard zijn. Maar samenlevingen die enorm innovatief zijn, ja dat zijn ook samenlevingen waar mensen inderdaad enorm innovatief zijn. Wat heeft hij eigenlijk verklaard? Wat verklaren die residuen? Is het eigenlijk wel een verklaring? Of zijn het cirkelredeneringen? Op het eerste gezicht klinkt het heel wetenschappelijk. Klasse 1 residuen zijn hier dominant in de heersende elite. Interessant. Als je wat dieper gaat kijken, is het eigenlijk een verklaring van het ene uit het andere en van het andere uit het ene en je schiet niet zo erg op. Dit punt van kritiek op zijn residuen-derivatentheorie lijkt me heel steekhoudend, heel belangrijk en behoorlijk definitief. En dan is er nog een kwestie die heb ik onderaan op deze dia gezet, namelijk is het eigenlijk een soort instinctenleer? Daar is een enorme discussie over geweest. Bijvoorbeeld Louis Kozer die zegt dat die residuen zijn eigenlijk geen instincten als je goed kijkt. De instincten, de echte diepste aandriften van mensen, daarvan zegt Pareto, daar kan je niet bij. Waar je bij kan zijn die residuen, maar die zitten er als het ware vlak boven. Dat is zo diep als je kan gaan. Terwijl Aron in zijn analyse van Pareto, die zegt, nou ja, het zijn eigenlijk wel instincten. Hij noemt dat eerste niet voor niks, het instinct tot combinaties. Als het een instinctentheorie is, een bijna biologische theorie over de 6 diepste aandriften van mensen, ja, dan moet je zeggen, dat geloven we vandaag helemaal niet meer. Daar zijn we echt voorbij. Zo bekijken wij de mens niet langer. En als het geen instinctentheorie is, ja, dan is het toch een beetje duidelijk wat het dan onduidelijk, wat het dan eigenlijk wel is. Kortom, het is leuk om er een keer kennis mee gemaakt te hebben met die residuen-derivatentheorie, maar hij speelt niet zo'n grote rol meer in de hedendaagse menswetenschappen en misschien is dat maar goed ook. Dat echter kunnen wij niet zeggen van zijn theorie van de evenwichten in de samenleving. Want die is wel heel erg belangrijk en die blijft belangrijk. Een aantal dingen heb ik al genoemd, dat hij in zijn jonge jaren schreef over evenwichten in de natuurwetenschappen. Dat hij als econoom schreef over evenwichten in het economisch leven. En dat hij later als socioloog zegt van overal waar mensencollectiviteiten zich vormen, zie je dat zich
mechanieken ontwikkelen die niet door de betrokkenen worden gestuurd, die door de betrokkenen vaak niet worden onderkend. Het lijkt zich, en dit doet ook een beetje aan Durkheim denken, het lijkt zich op een bovenindividueel niveau af te spelen. Het systeem reguleert zichzelf. Het zijn zelfcorrigerende mechanismen. De delen zijn onderling afhankelijk. Er is een sterke mate van interdependentie. En veranderingen in de ene sector, die zouden kunnen leiden tot een verstoring van het hele systeem, genereren veranderingen in de andere sector, waardoor een soort compenserende, corrigerende tegendruk ontstaat, en daardoor blijft de boel dan toch netjes in het gareel. Dit is een soort equilibriumtheorie, een soort systeemtheorie, waarmee die de grondlegger is geworden van een nieuwe benadering in de sociologie, die eigenlijk nooit meer is verdwenen. Systeemtheorieën zijn nog altijd belangrijk in de sociologie. Zoals gezegd, hij doet dat vooral in het slothoofdstuk van zijn boek. Maar wat hij daar zegt is, en dat heb ik eigenlijk ook al gezegd, dat die klasse 1 en die klasse 2 residuen elkaar als het ware in evenwicht houden. De consolideerders versus de veranderaars. En dat hebben jullie eigenlijk ook een beetje gelezen, want in de tekst die jullie moesten lezen, daar staat dat soms mensen van het rentenierstype in het economisch leven overheersen. En dat soms mensen van het speculantentype in het economisch leven overheersen. En die wisselen elkaar af. En soms zie je dat de mensen die gokken en die houden van risico nemen, die domineren het economisch bedrijf. En soms zie je dat mensen die heel voorzichtig zijn en die heel netjes sparen, dat die de economische wereld overheersen. Soms zijn mensen die smijten al hun geld op de beurs, die gaan handelen in effecten, die nemen enorme risico's. En soms zie je dat mensen heel voorzichtig een spaarrekening openen met een kleine rente, maar met een grote zekerheid dat ze die nog tot in lengte van jaren zullen behouden. De renteniers versus de speculanten. En die types die wisselen elkaar af, zoals bijvoorbeeld in het politieke leven de politici van het sluwe vossentype en de politici van het krachtige leeuwentype elkaar afwisselen. En zoals jullie zien op de dia, heb ik gezegd, na een leeuw als de oude Bush verwacht je een sluwe vos als Clinton. En na Clinton komt dan weer een leeuw als de nieuwe Bush. En wie komt er na de nieuwe Bush? Nou, misschien zou dat wel weer een Clinton kunnen worden. Zo wisselen de elites elkaar af, de leeuwen volgen de vossen op, de vossen volgen de leeuwen op. Soms is het een beetje ingewikkeld, laten we zeggen in termen van Pareto, ik ga nu wel een beetje ver hoor, maar het wordt allemaal opgenomen, je kan allemaal nakijken straks. Volgens mij is Balkenende een leeuw en Bos een vos, in termen van Pareto. En we hadden dus een leeuwenregering. Nou, mevrouw Verdonk was wel echt een leeuwin, vond ik hoor. Dat zijn conservatieve mensen, die staan voor hun zaak, die verdedigen wat ze hebben. Die bijvoorbeeld zijn heel bang voor nieuwkomers, voor verandering, voor migranten die de boel op zijn kop komen zetten. En op een gegeven moment zijn mensen daarop uitgekeken, die zeggen dat verhaal kennen we wel, nu willen we weer eens dat andere verhaal. Dat verhaal van de nieuwe combinaties, want we gaan het allemaal weer eens een beetje anders aanpakken. En die opteren dan van weg met de balken en de leeuwen. En nu moet het maar weer eens tijd zijn voor de bosvossen. Maar soms is zo'n oude elite heel slim. En die zorgt ervoor dat hij zijn macht behoudt door een kleine ruimte te scheppen voor de leden van de andere elite. En dan maken ze een opening. Dan zeggen ze, nou, u mag er wel even bij aanschuiven. En op die manier blijven ze dan nog langer de baas dan ze zouden zijn gebleven als ze helemaal op de rem waren gaan staan. Dus tot verbazing van mevrouw Verdonk zegt dan meneer Balkenende, nou, misschien wil ik de komende 4 jaar wel met meneer Bos samen. Meneer Bos, dat kunt u toch niet menen? Jawel, jawel, jawel. En op die manier weet dan het CDA zijn positie in de politiek te behouden door nu eens met die samen te gaan en dan weer met die samen te gaan. Dit zijn letterlijk mechanismen die heel precies beschreven zijn door Pareto. Elites die zich bedreigd voelen en die een beetje flexibel zijn, die kunnen de klap opvangen door leden van de opkomende alternatieve elitegroep toe te laten, maar met mate. En zo kunnen ze dan hun eigen machtspositie redden, rekken en soms zelfs ook consolideren. Dus het is best wel leuk om
met Pareto in de hand te kijken naar het politieke leven nu. Waarbij Pareto in een tijd dat de democratie nog niet zo ver voorgeschreden was, natuurlijk zei dat deze dingen heel vaak via revoluties gaan. Dus door een revolutie wordt de ene groep afgezet en komt de andere groep aan de macht. Je zou kunnen zeggen, wij leven nu in Europa in democratische omgevingen. En het hoeft niet meer met een revolutie. Mussolini hoeft niet meer een mars op Rome te houden. Democratie, zegt de filosoof Popper, is een manier om machtswisselingen te bereiken op een bloedeloze manier. Maar het mechanisme is eigenlijk nog wel hetzelfde als in de tijd van Pareto. De ene elite ziet zijn machtsbasis verschrompelen en dan, wij doen het dan via keurige verkiezingen, en dan de andere elite treedt aan en neemt de plaats in van de vorige, of er is een co-optatiemechaniek. Nou, dit idee, dit evenwichtsidee, is, zoals ik al heb gezegd, van grote invloed geweest op Parsons. Talcott Parsons, de Amerikaanse grondlegger van het structureel functionalisme, dankt heel veel aan Pareto en heeft nooit nagelaten dat te zeggen. Hij heeft een model ontwikkeld van de samenleving, een indeling gemaakt in 4 grote subsystemen. En volgend jaar krijgen jullie dat allemaal, het LIGA of het AGIL-model. En al die subsystemen dragen bij tot het goed werken van het hele systeem. En dat model, wat hij in zijn boek The Social Structure in 1951 heeft ontwikkeld, daarvan heeft er nooit twijfel aan laten bestaan. Pareto was daarbij eigenlijk zijn belangrijkste inspiratiebron. Daarnaast is dus die circulatie van de elites een belangrijk element in het denken van Pareto. En ik heb er eigenlijk al nu de belangrijkste elementen van genoemd. Nu raak ik blaadjes kwijt aan het eind van het college. Als ik in tijdnood raak, dan gaat alles even mis. Maar deze dingen heb ik eigenlijk, geloof ik, allemaal gezegd. Elite versus massa. Dat de politieke elite soms politiek superieur is, maar ook cultureel superieur kan zijn, dat is wel een heel erg Pareto-gedachte. Als je de politieke macht hebt, als je aan de top staat, dan sta je in allerlei hiërarchieën aan de top. Maar, zegt hij, het kan ook gevaarlijk zijn, want macht corrumpeert en macht ondermijnt de moraal. En zo'n elite kan decadent worden en die kan eigenlijk op een gegeven moment alleen nog maar heel goed zijn eigen belangen behartigen, maar verder ziet ze niet veel meer. En dan verzwakken ze en opent zich de mogelijkheid voor een nieuwe dynamische groep om in te breken in die elite. Nou goed, verder, het meeste heb ik verder wel gezegd. Wat ik namelijk nog even snel wil doen aan het eind van het college, dat is te zeggen dat deze theorie heel sterk heeft doorgewerkt in de sociologieën van andere grote sociologische denkers. En de belangrijkste, die staat ook in Samenlevingen, in het stukje wat gaat over de circulatie der elites. En dat is deze meneer met zijn grote indrukwekkende hangsnor, Gaetano Mosca, die ietsje later leefde en werkte dan Pareto, niet zo heel veel later. Hij is 10 jaar na Pareto geboren, 20 jaar na Pareto overleden. Hij is dus heel oud geworden. En ook deze Mosca heeft een theorie over elites, waarbij ik op één element nu even de nadruk wil vestigen. Mosca zegt dat er verschillende elites zijn in de samenleving. Elke organisatie, elke sector heeft zijn eigen elite. Binnen de politiek heb je een elite, dat is de politieke klasse, noemt hij dat. In de kerk heb je een elite, dat zijn de leiders in het religieuze leven. In de economie heb je een elite, dat zijn de topmensen in het bedrijfsleven en dat zijn de grote bankiers. In de cultuur heb je een elite, dat zijn de topkunstenaars en de topintellectuelen in de wetenschap. Overal heb je elites. Dat is een kenmerk van mensenmaatschappij. Er is altijd een top 10%, een top 5% van de krachtigsten, de besten, de sterksten. En nu zegt deze Mosca, wat je vaak ziet is dat die elites elkaar gaan overlappen. Dat ze samenwerken, dat de militaire elite samenwerkt met de economische elite. Dat de economische elite samenwerkt met de politieke elite. Dat de economische en de politieke elite zelfs aan de universiteit hoogleraren, daar zijn ze mee bevriend en die verkondigen theorieën, politicologische theorieën, economische theorieën, sociologische theorieën, waarin wordt uitgelegd waarom het ook zo juist is en zo terecht is dat juist deze mensen de leiders van het land zijn. En zelfs
De elites in de kerk kunnen ze gebruiken om aan de gelovigen te laten vertellen dat het goed is en dat je gehoorzaam moet zijn aan deze politieke elite, waarmee die kerkleiders dan weer voordelen krijgen. Dus die verschillende elites, die overlappen en die vormen eigenlijk een groot geheel aan de top. En die theorie die wil ik met name nu noemen, nu scheur ik even door een paar plaatjes heen, omdat deze sla ik even over, maar die kan je thuis nog even nalezen. Omdat deze leuke man op zijn motorfiets, prachtig hè, ik ben er zo blij mee met die foto, die moet ik even laten zien. De grote Amerikaanse socioloog Charles Wright Mills, een boek schreef in 1957, dat heet The Power Elite. The Power Elite. En wat deze Mills in dat boek schrijft, is in de Verenigde Staten, op dit moment, zijn wij er getuigen van dat er een elite is in het economisch leven, een militaire elite van onze topgeneraals en een politieke elite van onze toppolitici. En die drie elites, de politieke, de militaire en de economische, die hebben zo ontzettend veel overlap, die kennen elkaar zo verschrikkelijk goed, die stemmen hun handelingen zo strategisch op elkaar af, dat ze eigenlijk een macht binnen de staat aan het worden zijn en dat ze als samenklontering van machtige posities aan de top een bedreiging zijn voor onze democratie. Wij denken dat we in democratische verkiezingen invloed kunnen uitoefenen op het beleid in de Verenigde Staten. Wij Amerikanen zijn de grootste, de machtigste, de meest voorbeeldige democratie ter wereld. Iedereen kijkt naar ons. Zo hoor je een democratie op te zetten. In heel Europa zijn wij de schoolmeester. Wij laten die Europeanen zien. Zo hoor je een democratisch systeem op te zetten. En in werkelijkheid wordt het land ondermijnd doordat een economisch, militair, politiek blok in werkelijkheid alle grote besluiten neemt zonder zich veel gelegen te laten liggen aan wat de kiezers daarvan vinden. Amerika is bezig weg te drijven van haar democratische beginselen, omdat zich binnen ons land een machtselite heeft ontwikkeld die we nog maar nauwelijks onder controle hebben. En nu, tenslotte, jammer dat ik hier toch een beetje te weinig tijd voor heb uitgetrokken. De grote vraag is natuurlijk, niet alleen had Mills daar in 1957 gelijk in, niet alleen heeft Mills daar in het jaar 2007 gelijk in. De vraag is natuurlijk ook voor ons, zou je zoiets ook kunnen zeggen voor de Nederlandse samenleving? Zou je kunnen zeggen, ook hier is sprake van het samengaan van een aantal elites aan de top die zo invloedrijk zijn en zo belangrijke rol spelen in de besluitvorming, dat het toch enigszins parallel loopt aan, of zelfs misschien een bedreiging is voor de besluitvoering vanuit democratische organen. Nou, daar is de afgelopen jaren wat onderzoek naar gedaan. Een aantal van die onderzoeken heb ik op de laatste slides van het programma gezet, maar ik heb geen tijd meer voor om die te behandelen, maar misschien dat je er nog even naar kunt kijken. Dankjewel.